Stoffen scheiden. Nou, aan het einde van deze les moet je 3 scheidingsmethoden kunnen opnoemen en ook weten wat scheiden betekent. Mengsels, wat zijn dat? Dan heb je eigenlijk verschillende soorten moleculen door elkaar. Denk aan water met zeep bijvoorbeeld, of melk. Dat zijn voorbeelden van mengsels, meerdere soorten moleculen. Hier is nog eens uitgelegd, als je zuivere stoffen hebt, die bestaan uit 1 soort moleculen. Hier zie je een zuivere stof, hier ook, alleen zijn het wel verschillende moleculen. Met mengsels zie je verschillende moleculen door elkaar en wel 3 soorten stoffen. Ik zie paarse, blauwe en oranje. Indampen is een scheidingsmethode. Stel je voor je hebt zout in water, dat is opgelost. En je wilt vervolgens die 2 stoffen scheiden. Dan kun je warmte toevoegen, vlam eronder, het water verdampt en je zout blijft achter. Dat is indampen. Filtreren. Stel je voor je hebt water met zand. Dan kun je het filtreren. Het zand blijft achter, dat heet residu. En het water gaat er doorheen, dat is het filtraat. Het filtraat is altijd helder. Extraheren. Extractie betekent letterlijk uittrekken. En hoe zit het precies? Het oplosmiddel, is in dit geval water, dat trekt de groene stof eruit en de rode niet. Dus de groene bolletjes, zeg maar, moleculen, die lossen wel op en die rode niet. Dus omdat sommige stoffen wel oplossen en de andere niet, kun je ze scheiden. Denk aan koffie zetten, dat is ook een vorm van extraheren. De geur, kleur en smaakstoffen lossen op, de rest niet, en vervolgens ga je filtreren. Nou, als je de scheidingsmethode hebt toegepast, dan heb je een zuivere stof, en je moet weten dat dat 1 soort moleculen bij elkaar is. Als het goed is, weet je nou wat hier staat? Kalkaanslag bijvoorbeeld, moet je kunnen uitleggen. Dat moet nu wel lukken. Einde van de les.